De vraag welke pomp nu te kiezen. Kies je nou voor gewoon een normale fietspomp? Zeg maar voor op de racefiets en mountainbike. Of ga je met patronen werken? Ik moet zeggen, meestal heb ik gewoon een normaal pompje bij. Voor mijn tubule heb ik patronen, omdat je daar heel snel veel lucht in wilt krijgen. En dan is het patroon net wat makkelijker. Nou, je ziet het nadeel van patronen, want dat is wel iets groter. Alweer heb ik hier natuurlijk wel een busje bij zitten. Maar dat betekent wel dat ik dit moet meenemen in zo'n bidonnetje. Dus ik kan één bidon drinken minder meenemen. Plus deze bidon moet ook redelijk groot zijn, want deze is bijvoorbeeld al te klein. En dat betekent dat ik hier zelf een bidon voor heb gemaakt. De bovenkant er afgesneden van een gewoon normale drinkbidon. Dus dan gaat dit zo hierin en moet dat weer mee. En dan moet je dat ook weer goed zo erin doen. En daarom neem ik dit mee, zodat het niet gaat rammelen hierin. Want dat is natuurlijk super irritant op de racefiets. Dus in de praktijk zie je dat heel veel mensen voor gewoon een pomp kiezen. Verschillende modellen. Telescopisch. Erg goed om hier bijvoorbeeld 8 bar mee in te krijgen. Dat is ook van hoe hard kun je band oppompen. Dan gaat met de patronen krijg je een band echt wel super hard. Bij een goede fietspomp ook wel. Maar bijvoorbeeld bij een simpel pompje zoals deze. Dan gaat het je niet lukken. En dan het is wel echt een nadeel van een slecht pompje. Dus wat zal ik doen? De beste fietspompentest maken. Met onder andere deze pompjes, maar ook nog met andere. En mocht je die willen zien, zal ik de link onder deze video zetten. Mocht je deze in YouTube zien, dan zie je de complete fietspompentest bij elkaar.